Hallo, dit is de derde film over elektriciteit voor natuurkunde bovenbouw in de HAVO. En de onderwerpen zijn weerstand, geleidbaarheid en de wet van Ohm. We gaan naar opgave 10. In de schakeling in figuur 620 zijn A1 en A2 twee dezelfde stroommeters. Die zitten natuurlijk netjes in serie met de lamp. Oké, er zijn twee soorten verbindingsdraden gebruikt. Het koper in de linkertak is dikker dan de koper in de rechtertak. Dat kun je ook aan de tekening zien. Oké. De dikke draden zijn samen even lang als de dunne. Leg uit hoe de elektrische stroom loopt van P naar L of van naar Q of van Q via L naar P. Nou, de stroom gaat altijd van plus naar min. Dus die komt eerst in P, dan in L en dan in Q. Oké, leg uit hoe de vrije elektronen bewegen. Oké, de hele vrije elektronen die lopen van min naar plus. Dat is pas veel later ontdekt. Dit is een afspraak die ooit gemaakt is over de stroom. Maar de vrije elektronen bleken weer van min naar plus te lopen. Dus die lopen van Q naar L, dan naar P en dan weer terug. Leg uit of de wijze uitslag van A1 gelijk is aan die van A2. Ja, want de weerstand van deze draad is weliswaar groter dan de weerstand van deze draad. En de weerstand van die lamp komt er nog bij. En de hoeveelheid stroom die er loopt in een serieschakeling, die wordt bepaald door hoe sterk de batterij is, het aantal volt, en de totale weerstand. Ja, dus de hoeveelheid elektronen die hier weggaat, die blijft de hele tijd hetzelfde onderweg totdat die weer terug is. En dat geldt ook voor de hoeveelheid stroom in ampère, die dus de afslag de andere kant op loopt. Dus deze twee zullen hetzelfde uitgeven. Dus altijd in de serieschakeling zo. Stroomsterkte is al hetzelfde. De drie grootheden spanning, stroomsterkte en weerstand, dus U, I en R, hangen volgens de wet van Ohm met elkaar samen. Als twee grootheden bekend zijn, kun je de derde berekenen. Doe dat voor de volgende vijf gevallen. Maar dat is lekker standaard natuurlijk. De gegevens is alleen gebruikt van de voorvoegsels als milli en kilo. Dat is 1000ste en 1000. Nou, maak bij antwoorden uitsluitend gebruik van voorvoegsels. Oké. Eerst is 230 volt en 4 ampère, dus de spanning en stroomsterkte. Nou, oké, U is I mal R. Wordt hier ingevuld. U is 230, is I 4,0 maal R. R is dan natuurlijk die twee op elkaar gedeeld. 58. Oké, de tweede, 30 volt spanning en 7,5 kilo ohm weerstand. Oké, U is I mal R ingevuld. 30 volt is I maal 7,5 maal 10 tot de derde. Dat is de weerstand. De stroomsterkte is dan deze delen door die. Dat is 4,0 maal 10 tot de min derde ampère. En 10 tot de min derde is milliampère. Je moet natuurlijk altijd op significantie blijven letten. Hè? Dat wordt ook gedaan in deze opgave. C, 3,2 milliampère en 250 ohm. Oké. U is dus 3,2 maal 10 tot de min derde ampère maal 250 ohm. Als het met elkaar meevalt, komt er uit 0,80 volt. Vierde dan, 0,15 volt is de spanning 6,0 microampère stroomsterkte. Nou, invullen 0,15 volt is 6,0 maal 10 tot de min 6 ampère maal de weerstand. De weerstand is dan deze delen door die. Dat komt uit de 2,5 maal 10 tot de min 4e. Tot de derde staat hier. Dat is 4e. Dus 25 kilo ohm is dat dan. Ja, want het is 2,5 maal 10 tot de 4e is 25 maal 10 tot de derde en die tot de derde is kilo. Oké, 10,0 volt is de spanning en 5,0 mega ohm, dat is een miljoen. Oké, invullen 10 volt is I maal 5,0 maal 10 tot de zesde. I is dan deze gedeeld door die, dat is 2,6 maal 10 tot de min zesde ampère. Min zesde is micro. Weet je deze voorvoegsels niet, dan kun je die opzoeken in het tabel van de Pinus. Volgens mij staat tabel 2 of 3, even uit het hoofd. Nee, opzoeken. Dat is tabel 2. Oké, gaan we naar opgave 12. In figuur 621 is een foto van een opstelling tijdens een practicum. Een van de twee multimeters meet de spanning in volt. De andere meet de stroomsterkte in ampère.
Aan de hand van de schakeling kun je bepalen welke multimeter de spanning meet en welke de stroomsterkte meet. Maar eens even kijken. Nou, laten we maar met de linkse beginnen. Deze stroom die gaat aan de ene kant van het lampje en deze gaat aan de andere kant van het lampje terug. Dat betekent dus dat die maar hij gaat niet naar de stroombron. Dat betekent dus dat deze parallel staat over het lampje. Dan neemt dit dus de voltmeter. Oké. Dan is dit natuurlijk automatisch de amperemeter. Nou, even kijken of dat klopt. Dan moet hij dus hier zitten met het lampje. Oké, laten we weggaan met de stroombron. Die gaat naar de amperemeter toe. Dan gaat hij van de amperemeter naar het lampje. En dan gaat hij van het lampje terug naar de stroombron. Ja, dan is dit dus de amperemeter. Nou, hier staat dat ook nog eens een keertje getekend. Het schakelschema is dan gedaan. Dit is dan de linkse en dat is de rechtse. Links voltmeter. Rechts amperemeter. Voltmeter in parallel. Amperemeter in serie. Nou, bepaal dan de weerstand van het lampje in deze situatie. Dan moet je deze twee waardes aflezen. Dat is 6,41 volt, dat is die. En dat is 0,51 ampere, dat is deze. Nou, weerstand is... Kunnen uittekenen. Dit is 6,41, dit is 0,51 maal R. R is dan 6,41 gedeeld door 0,51. Als je dat invult, zie je dat, denk ik wel. Afgerond is dat 13 ohm, twee cijfers nauwkeurig. Oké, gaan we naar opgave 13. Vroeger bestond fietsverlichting uit twee gloeilampjes. In het voorlicht zit een groot lampje dat fel brandde en in het achterlicht een klein lampje dat minder fel brandde. In het stroomsterkte spanningdiagram, stroomsterkte is verticaal, spanning is horizontaal, ampère en volt. Zie je de grafieken van lampje 1 en van lampje 2. Leg uit welk lampje het achterlicht is. Nou, achterlichtje gebruikt dus minder vermogen. Dat betekent dus dat bij dezelfde spanning de stroomsterkte minder is. Nou, als je hier kijkt, dan is dat duidelijk. Is de lampje 2, die is dus de achterlicht en lampje 1, die gebruikt meer vermogen. Dat is het voorlicht. Leg uit welk lampje de grote weerstand geeft. Dat kun je doen met de wet van Ohm. Bij dezelfde spanning loopt door de grootste weerstand dus de kleinste stroom. Dus als je bij dezelfde spanning krijgt, dan is degene met de kleinste stroom is deze. Dus die houdt de stroom het meeste tegen. En heeft ook de meeste weerstand. Dus ook lampje 2 heeft dus de meeste weerstand. En lampje 1 heeft de meer stroomsterkte doorheen. Heeft dus minder weerstand. Als de spanning groter is dan 2 volt, lijkt de grafiek van 2 op een rechte lijn. Leg uit of het lampje 2 zich dan gedraagt als een ohmse weerstand. Een ohmse weerstand is een weerstand waarbij spanning en stroomsterkte... recht evenredig zijn. Als je daarvan een grafiek zou tekenen, dan zou die dus door 0,0 moeten lopen. En dat doet hij overduidelijk niet. Dus dat is niet zo. Hij is wel lineair op dit stuk. Maar hij is niet recht evenredig, dus geen ohmse weerstand. Nou, gaan we naar 14. Maatje heeft een spel met geïsoleerd constantaandraad. Dat is een metaal, hè? Een alliage volgens mij, van meerdere metalen. En wil de lengte van de draad weten. Ze meet de dikte van de metaal in de draad en vindt hiervoor 0,25 mm. Vervolgens bepaalt Maatje de weerstand van de draad. Daarvoor gebruikt ze een voltmeter en een amperemeter. Teken schakeling van de schema van de schakeling waarmee Maatje de weerstand van de draad kan bepalen. Nou goed, dan moet je dus hier die draad hebben. Hier staat een spoel bij. Ja, dus het is een spoel, dat betekent dat is een helixvormig, spiraalvormig is gedraaid. Dat noem je spoel. Het moet natuurlijk een spanningsbron zijn. Die moet op elkaar worden aangesloten natuurlijk. De amperemeter die moet in serie, dus die kan hier staan, kan ook daar staan, dat maakt niet uit natuurlijk. En de voltmeter die staat parallel. Die staat, hij zou hier getekend kunnen worden, dat maakt niet uit. Als die maar parallel staat en de amperemeter maar in serie staat met de spoel en... Ja, oké. Een maatje zet een spanning van 15 volt over de uiteinde van de draad. De stroomsterkte is dan 55 milliampère. Bereken dan de lengte van de constante draad. Oké, nou dat doe je uiteindelijk met deze formule. De weerstand is soortelijk weerstand, maar de lengte gedeeld door het oppervlak. Maar niet al die gegevens heb je. Bijvoorbeeld de soortelijke weerstand van constante draad kun je opzoeken in de BINAS. Is 0,65 × 10⁻⁶ ohm/meter. De lengte van de draad die moet je juist uitrekenen. De oppervlakte van de draad die moet je ook eerst bepalen. Dat gebeurt hier.
en de weerstand moet je bepalen. Die gebeurt hier. Dus je moet eerst twee zaken uitrekenen. Weerstand en oppervlak. Voordat je hier deze formule dan de lengte kan bepalen. Nou, gaan we dat maar doen. Hier wordt het oppervlakte bepaald. Is een kwart maal pi maal d in het kwadraat. Hè, dat is oppervlakte van een cirkel. Pi r kwadraat mag je ook gebruiken. Nou, de diameter is 0,25 mm. Moet je meters van maken. 2,5 maal 10 tot de min 4e. En dan in het formuletje invullen. A is een kwart maal pi maal die ingevulde waarde in het kwadraat. Nou, hier komt dan uit 4,91 maal 10 tot de min 8e vierkante meter. Oké, die gaat dan dus zometeen daar terechtkomen in de formule. Oké, dan de weerstand moeten we ook bepalen. We hebben spanning en stroomsterkte. U is eenmaal R. Spanning is 15 volt. Stroomstek is 55 mA. Is 0,055 ampère. Die voer je allebei in. Dat is hier niet gedaan. Maar als je hier 15 invult en hier 0,055, dan heb je dus R. R is dan 15 gedeeld door 0,055. Komt uit 272,7 ohm. En die vul je daarin. Oké, dan hebben we dus oppervlakte uitgerekend. We hebben weerstand uitgerekend. Soort van weerstand van een constant kun je dus vinden in tabel 9. Die is hier opgezocht. Dat kan ik laten zien. Dus dan wil je daar dan alleen nog maar de lengte over. Nou, hier is dat allemaal gedaan. Hè. Hier staan al die waarden ingevuld. En de lengte is dan deze maal deze gedeeld door die. En dan is dat uitrekening, dan kom je uit op 30 meter. Volgens mij was dat paragraaf 3. Ja, hierna komen natuurlijk nog paragraaf 3, 4, 5 en 6. En 7 is er ook nog. Ja, dus er zijn 7 paragrafen, niet 6.